De rekenaars van onze regering moeten deze week nog vlug 811 miljoen euro vinden voor 31 december. Anders wordt Europa boos en mannetjes, als Europa boos wordt, dan zwaait er wat. Gelukkig blijkt het vinden van 811 miljoen euro een fluitje van een cent te zijn. Hier en daar wat techniciteiten, een paar kleine verschuivingen van een budgetje links en een reservepotje rechts en we zijn er. En als dat niet lukt, dan is er nog altijd u daar. Laat ons even rekenen. Tussen nu en 31 december telt het jaar nog precies 70 dagen. Vanavond meegerekend. Ah wel, als we nu die 811 miljoen delen door 70, dan komen we uit op 11.585.714,3 euro per dag. Laat dat nu op een paar ongeregistreerde na exact het aantal Belgen zijn. Als die nu eens allemaal iedere dag 1 euro in het potteke steken. En misschien met kerstmis wat extra, zodat onze regering ook in januari nog wat centjes heeft. Als we dat iedere dag met z'n allen doen, dan is de begroting gered. Vanavond ook al, want anders geraken we er niet. En geef nu toe, zo 1 euro per dag, dat mist toch niemand. De meeste van ons verliezen per dag een groter fortuin aan kleingeld. Dat geraakt tussen de plooien van uw zetel, dat rolt in een putteke op straat. Noem het en het slorpt geld op. Soms verdwijnen er zelfs een hoop euro's zomaar ineens in de handen van een onderbetaalde ober bij wijze van fooi. En dat terwijl we daar dus de begroting mee kunnen redden. Nee, die 811 miljoen valt geweldig mee. Volgend jaar, dan wordt het pas serieus. Dan moet onze regering nog eens 3,7 miljard euro vinden. Maar als ze braaf zijn, dan helpen we ze opnieuw.